Een top oma, een van de beste, of niet een van de beste die ik me kan voorstellen. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de eerste vrouwen in de gemeenteraad werden geïnstalleerd. Over de dames die toen plaatsnamen in de Haagse gemeenteraad is weinig bekend. Dus zijn raadsleden Janneke Holman en Erlijn Wenink een zoektocht gestart naar meer informatie. Het gaat dus om twee vrouwen en van één vrouw, Johanna van der Pel van de Communistische Partij, is het nog best wel lastig. Maar het is natuurlijk heel leuk dat we van Geerdina Bleumink-Lauwman van de SDAP nu echt de jackpot hebben gescoord. Namelijk dat we dus de kleinzoon hebben gevonden die nog heel veel informatie heeft. En dus allemaal artikelen en foto's, dus daar kunnen we heel goed mee uit de voeten. En waarom is het volgens jullie zo belangrijk dat die geschiedenis wat meer boven water komt? Nou, sowieso is het best wel bijzonder dat er meteen toen vrouwen gekozen konden worden in de gemeenteraad, er twee vrouwen in de gemeenteraad in Den Haag kwamen. Maar ook omdat vrouwen vaak een beetje vergeten zijn in de geschiedenis. Het is vaak een beetje de geschiedenis van belangrijke mannen. En dit is juist een hele mooie aanleiding om ook te laten zien van, er waren ook vrouwen in de geschiedenis die hele mooie dingen gedaan hebben. En dat willen we graag laten zien. Ja, dit is de mooie foto die ik van mijn oma heb. En wat voor soort oma was het? Een top oma, een van de beste, of niet een van de beste die ik me kan voorstellen. Nee, dat was een hele hartelijke vrouw, heel innemend. De kleinzoon van Bleumink-Lauwman is zich er niet altijd bewust van geweest dat zijn oma geschiedenis schreef. 10, 15 jaar geleden ben ik begonnen met gewoon genealogische gegevens van familie op een rijtje te zetten. En artikelen uit tijdschriften of kranten ben ik gaan verzamelen. Andere familieleden, met name die familieleden die met haar dichterbij stonden, na te vragen wat zij zich wisten te herinneren. En hoe was dat moment toen u zich besefte dat uw oma best wel een belangrijke vrouw is geweest? Nou, een beetje gloeien. Een beetje gloeien in je gezicht van, oh, is het dat? Ja. Dus we hebben deze de vorige keer nog ook niet gezien. Nee. Wat gingen jullie met die informatie doen uiteindelijk? In september is het echt 100 jaar geleden dat ze in de gemeenteraad werden geïnstalleerd. En dan willen we er ook in de gemeenteraad eigenlijk even bij stilstaan dat dit 100 jaar geleden is. Maar we willen er ook gewoon voor zorgen dat de informatie die we allemaal ophalen, dat we die mooi bundelen, daar mooie artikelen over schrijven en dat dan publiceren. Bijvoorbeeld om te beginnen gewoon een Wikipedia-pagina, zodat het voor iedereen te vinden is.